Welkom iedereen bij mijn let's play van Pokémon Crystal. In dit deel gaan we gewoon verder met de trainers op deze route en dan gaan we de cave in. En het volgende deel deden we Falkner. Ik was echt niet aan het opletten of wel. Nee. Ach ja, boeien. Oké, even kijken. Is mijn microfoon goed? Volgens mij wel. Magikarp. Karp. Bleh. Lek doet geen fuck. Splash. Serieus. Lek. Het lijkt me zo vies. Je wordt gelikt door een Pokémon. Bah. Ik heb geen probleem met een hond. Of een kat. Maar een abnormaal stuk gas. Met ogen en een mond. Nee. Geen behoefte aan. En ik ben waarschijnlijk niet de enige. Oké. Ah, Magikarp. Sterf, wil je? Haha, paralyzed. Ik kan dat beest kan altijd in niks, dus... Is het zo erg dat je geparalyzed is? Jezus. Nothing happened. No shit, genius. Of mee. Oh ja, dit is de trainer met alle Magikarps. Ah, dat is een mooie training. Het geeft alleen haast geen XP, dat vind ik wel balen. Ah, jezus, level 15. Glen. Wees zo vriendelijk om deze gozer te vernietigen. Noem maar Scratch. Blijf maar Scratch gebruiken. Dit is geen Kingdom. Dit is een beetje Karp. Karp. Vraag je wanneer dit Magikarp of fatsoenlijke aanval? Dat je op level 15 wel fatsoenlijke aanval leren. Ja, bedoel ik. Tackle. Who knows? Oké, laatste. Nou ja. Ik vind het een beetje zonde om weer Ghastly te gebruiken hier. En één Scratch had er wel genoeg om een Magikarp te kennen. Niet dus. Heb je best dan zo'n hoge verdediging? Ah, het is en blijft een Karper, hè. En Karpers hebben wel redelijk sterke schubben. Biologieën. Hey, visser Justin! Justin, wat doe jij in het spel? En hoezo? Waarom ben je aan het vissen? Lekker ironisch eigenlijk. In Pokémon D had je een Pokémon die surf kan en hier zijn vissen. Justin, als je het kijkt, ik hou van jou. Youngster Gordon. Oh, dus hier was Gordon al die tijd verstopt. Als hij niet op tournee is. Ik maak echt grappen van drie keer niks of wel. Lek. Tail Whip. Nou, Lek. Alweer. Please, Jeffrey, leer een fatsoenlijke aanval. Ik kan niet door blijven gaan als jij alleen maar dit kan. Beetje likken. Dat is ook echt een aanval. Ik snap ook waarom je niet zoveel damage doet. Het is likken, je likt iemand. Stel, kijk, je hebt een schone tong. Dan kan je gewoon iemand compleet schoon likken. Wat dat damage jou moet doen, geen idee. Ik denk dat meer damage doet vanwege de schrikfactor. Dat je gewoon door de schrik iets doet. Waardoor je jezelf pijn doet dan echt iets anders, want... Hoe kan een tong sterk zijn? Tenzij je een likkie tong of een likkie likkie bent. Ik vind sowieso likkie likkie een lelijke Pokémon. Het is gewoon een roze Pokémon. Ik heb niks zeggen roze Pokémon. Met een drol op zijn hoofd. Ja, ze beginnen echt origineel te worden bij Pokémon. Bij Game Freak.
Hey, Gordon is verslagen. Mooi. Heel fijn, dank u wel. Even kijken, wat kunnen we hier vangen? Tum, 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 tum. Ratata zou toch op. Ik wil geen ratata. Dus doe alsjeblieft niet flauw. Doei. Oeh, krentenbal. Oeh, piece of candy. En naast een meter kerk Pokémon. Woeper. Woeper, eerste watergrond Pokémon. Zo'n mooi Pokémon. Nooit gebruikt. Hey, Matthew, hoe gaat-ie? Nee, bedankt. Ja, doei. Dit is zo makkelijk om te vinden, man. Oké, okay, ja, kom op. Een Slowpoke deel 1. Het is van een Slowpoke. 2. Het is 1 miljoen yen. 300 yen is 3 euro zo'n beetje. Dus laten we even terugrekenen. 300 is 3000 is 30. 30.000 is 300. 300.000 is 3000. Dat is, dat is 10.000 euro voor een fucking... Jezus. Dat is fucking duur, man. Ja, ik wil een van je rot. Ah, je krijgt de old rot. Vissen is great. Ik gebruik het alleen nooit, tenzij ik een Sharpedo wil. Sharpedo's zijn fucking OP beesten. Ja. Ja, ik heb Falcon verslagen. Hij was makkelijk. Zeg ik met een pokerface. Pitchy! Yay, Pitchy! Ja, geen items, Pokémon. Oh, Simon is nou level 10. Hè? Simon mag ook weer binnenkort gaan trainen. Kijk ik niet naar uit. Maar ja, moet maar... Ah, hij heeft tenminste tackle, wat redelijk veel tackled. Ta-da-ta-ta-da-ta. Slechte grap. Hele slechte grap. Oké, okay, water gun. Dun 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 dun. Het doet geen damage. Vroeger dacht ik altijd dat water gun en al die andere aanvallen steeds meer damage deed hoe vaak je ze gebruikt. Hetzelfde dacht ik met Fury Attack. Hoe vaker je hem gebruikt, des te groter de kans was dat hij 5 keer weer raak was. Wat blijkt nou? Het is niet zo. Een kind mag dromen. Of niet dan? Simon. Tackle. Simon, je stel me teleur. Zie je, nou mag de pitchie aanvallen, jij niet. Dit is echt gewoon. Tip voor de volgende keer. Voor iedereen die kijkt. Vang geen Hoothoot. Tenzij je alle Pokémon's wil hebben. Hoothoot zijn useless. Noctowl niet. Maar de Hoothoot zelf is useless. Want de Hoothoot kan geen ene fuck. En ik heb momenteel een wond op mijn arm. De grootte van mijn fucking elleboog. Heerlijk. Nee, ik had eerst een pleister op, maar die heb ik eraf gehaald. En dat, nou doet dat pijn! Waarschijnlijk als het geüpload is, is er een fucking korst op of is het al weg? En daar heb ik al een litteken van. Kijk daar niet naar uit. Ben ik nog dood? Nee! Dank u. Pack. Potion. Fuck you. Ja, het is nog steeds, ik snap nooit, ik vergeet altijd. Pokémon is een Japanse RPG. Waarom geloof ik daarin? Je hebt een party van 6 monsters waarmee je andere mensen mag mee killen. Er is een level systeem. Hoe kan ik dit niet als, een Japanse RPG zien? Oh, where is my killed Spiro? True, de andere Japanse RPG's zijn allemaal mensen en allemaal monsters, yada yada. Maar hier zijn het ook monsters. Simogroot level 11. Dank u, Simon.
Ik weet, weet ik nou waar ik ga gebruiken voor de Tinder Gym? Gastly. Nee. Ik ga gewoon heerlijk ding gebruiken. Simonius. Simonius Gilgamesh Dagobert Saus. Dat is een lange naam. Een fully healed. Ik jou niet, dus doei doei. Nou, misschien komen we hier ons nieuw Pokémon tegen die ik wil hebben. Hebben. En ik ga ook gewoon een beetje Glennie trainen, want ja, het is grond, hè. Dus grond, rots, Pokémon's kun je hier vangen. X-Attack. En dat heb ik ook verder. God is het anders. Dan moet je met deze grote vechten. Kan je niet omheen. Die kan je gewoon omheen lopen. Heike Daniel. Meneer de Aardappel, wat doet u hier? Ik maak alleen maar referenties naar andere mensen, of niet? Ach, er is toch geen trainer die Glenn heet. Ik ga vanavond opzoeken of er een trainer is die Glenn heet. Ik ben helemaal hyper. Wow, hoezo veel XP? Ik wil een Croconine in dit deel. Of misschien volgende deel. Nee, dit lukt nog wel. En kijk, nog een Ike. En ik word gestoord door een Pokémon. Wie ben jij? Jij bent een Rattata. Ik mag Rattata's niet. Dus... ik ren weg als little bitch. Doei doei. To Azalea, ja. Punt 1. Je bent een hiker. Hikers hebben grond-Pokémon en grond- en rots... ja, ja, grond- en rots-Pokémon. En grond en rots zijn meh tegen bug. Maar grond is zwak tegen water en gras. Gras is zwak tegen insect. En water doet meh damage tegen insect. Dus je hebt hier niks aan. Als je een grond, alleen maar grond gebruikt als sensor, dan kan ik me voorstellen. Want dan kunnen we nog vliegpokémons gebruiken. Die wel goed zijn tegen de bug gym. Of als je gaspokémons gebruikt, of bug. Maar vuur pokémons erop, klaar. Hetzelfde. En ik was het nou uit mijn nek aan het lullen. Toch was alles wat ik zei de waarheid. Dun 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 dun. Mijn elleboog bloed. Ik zie bloedsporen op het mijn bureau. Dat is niet, dat is niet, dat is niet, dat is niet, dat is niet leuk, dat is niet leuk, dat is niet leuk, dat is niet leuk. Wardigan. Spray it, Wardigan. Dit is gewoon training voor Glenn. Simon train ik wel in gym 2. En Gastly gaat. En Jeffrey ga ik gebruiken voor Goldenrod. Als ik hem dan een goede aanvulling kan leren. Dat is iedere Pokémon gamer ooit. Dus dat is niks nieuws, meneer Bill. Bill, gewoon Bill. Ja. Gewoon Bill. What a gun, bitches. They make it rain, they make it rain. Make it rain, man. Rain on them hoes. Make it rain. XP voor moi. Dank u, meneer. Koffing, koffing, koffing. Wee. Nee. Wee zang. Koffing, koffing. Nee. Ik kan alleen maar kingelen goed. Krokkie, krokkie. Ja, ik moet gewoon oefenen. Char, Charmander. Char. Bubbasaur. Dus voor mij meer Ivysaur of Venusaur. Ivysaur. Verhunnen. Nee, dat is gewoon een hele zwaar stem. Verhunnensaur. Of Blastoise. Dat klonk er redelijk dichtbij. Wild Rattata appeert. En ik vind dat ik lang genoeg bezig ben. En... kill de Rattata. Gain XP. Ben je nu een Croconaw? Ja of nee? Jammer.
Dat zag op de krokkenaar. Oké, mocht ik even aanpakken? Oké, ik ga het even zo doen. Ik ga even rond offscreen even heen en weer lopen op zoek naar de Pokémon die ik wil hebben. En dan ben ik zo terug. Dus tot zo. En na 5 minuten spatiebalk inhouden. En ben ik weinig tegengekomen. Deze Pokémon wil ik hebben. Sandschuw. Kill hem niet, Glenn. Dank u. Waarom Sandschuw? Een Sandschuw is awesome. Dat is 1. En 2. Ik wil er gewoon graag een. Sandslash is OP, daarom. Dank u. Dank u. En wat? Dit is geen Geodude. Wat is deze? Zit de gamer nou te naaien? Wat? dat is briljant. Game dacht, fuck jou, ik doe een glitch. Heel netjes, game, heel netjes. Nou ja. Ik ga weer bezig, ik ga weer op zoek naar een Sandshrew. Dus tot zo. Sandshrew, mouse. It prefers dry, sandy places because it uses the sand to protect himself. Ja. Ja, ik weet het eentje. Zijn naam is Kevin. Even mensen die niet weten wie Kevin is. Kevin is iemand van 1GK. Daar heb ik afgelopen tijd heel veel communicatie mee, heel veel contact. Communicatie. En nu kom ik alleen... Ik haat dit spel. Nu kom ik alleen Maasens goed tegen. Dit is belachelijk. Dus ja. Dank u. Had ik niet een repel of zo? Ah, dit is bullshit. Eerst kwam ik niet eens van die dingen tegen en nou alleen maar. Wat is deze? Is altijd zo. Wanneer een Pokémon tegenkomt die je wil hebben, komt hij niet. En heb je eentje gevangen, komt hij alleen maar. Ik vind het alleen jammer dat ik mijn ding op verspild. Nou ja. Nou jongens, dit was het einde van deel nog wat. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Welkom iedereen bij mijn Let's Play van Pokémon Crystal. In het volgende deel vingen we Sandschuw. Na heel veel pogingen. En Geodude. Dat niet eens deel was van mijn plan. In dit deel gaan we even door naar Azalea. Azalea. Oeh, zo'n mooie plaats. Azalea. Oh. En dat is zo'n beetje. Dat is wat ik in mijn hoofd heb momenteel. En daar hou ik me aan. Dus ja. Dan. Shit. Dread, en double dread. Wil je zo kabaal maken, Zubat? Ik mag jou niet. Oké, wat hebben we nog dingen te onderzoeken? Dat stuk. En dat stuk. Oké. Ik ben echt een fan van deze plek. Het is gewoon simpel. Het is niet groot. En het is gewoon heerlijk om doorheen te lopen. Dit is mijn favoriete plek, gewoon qua cave. Geen grote cave, geen backtracking, gewoon in your face. Hier moet je naartoe, veel plezier. Ik vind het een leuke plek. Zo, Scratch. Scratch McDuck. Zo, Scratch nog een keer. Dank u. Glenn gained 211. In het volgende deel heb ik wel gezegd dat ik een Croconaw wilde in dat deel. Maar ik denk niet dat ik zo snel een Croconaw kan krijgen. Ah, fuck. Ik had altijd op de war. Welke plaats nou de TM is. De TM is dus links. Ah, oké. Geodude. Go, Glenn. Do it, you do it.
TM39, Swift. Momenteel doe ik toch even niks met de TM's. Ik wist een paar van Pokémon's vangen die ik wil. Kom hier. Zo, dank u. Damn it. Oké, welke is het nu? Het is een Geodude. Ik ben geen fan van een Geodude. En mijn ritme was af, want de Pokémon kwam uit net tijdens het ritme. Het is weer een Geodude. Klaar en we gaan hier weg. Bye bye. Wie een Geodude? Serieus. Geodudes everywhere. Glenn, we gaan hier geen aandacht aan besteden. Dread, dread en double dread. En ratata. Help herinneren. Repels kopen. Die body die we daar zagen was waarschijnlijk gewoon een antidote, dus ik ga hem niet pakken. Onyx, cool. Jammer genoeg krijg ik pas heel laat een metal coat. En ja, het is op emulator dit. En ja, ik kan ruilen zodat ik een Steelix kan krijgen, maar dat doe ik niet. Ik vind het zonde. En een Steelix is useless in deze game. Hij is sterk, alleen is useless. Anthony, hey Anthony. Ben je niet dezelfde Anthony die me zat te klooien tijdens de lesgeest en me telkens aan het bellen was? Daar was jij volgens mij, of niet? Dus ik ga je gewoon killen nou. Bitch please. Ah oké, 202 XP, dat is heel netjes. En matchup. Oké, qua levels moet ik wel een beetje meer gaan trainen, maar dat doe ik waarschijnlijk een keer offscreen ofzo. Ja, dat is wel het fijne Pokémon. Je kan gewoon lekker offscreen grinden en zo. Best fijn. Simon, laat eens even zien hoe goed je het kan. Pek. Netjes. Net de hoeveelheid. Lowkick is alleen sterk tegen Pokémon met een zwaar gewicht. Weer een Lowkick. Lowkick in mijn balls. De balls, they hurt. Zie je. Hey, hoppakee. 207 XP voor Simonius. Hey man, waarom bel je me? Klik in. En de telefoon gaat weer af. Dus ik ben op een paar tellen weer terug. Eén moment. Telefooncentrale. Telefooncentrale. Oké, dan gaan we gewoon weer verder met de game. Dank u. Ik jou niet, dus bye bye. Ik weet ook echt gewoon precies hoe deze game moet. Hey, Kurt, mag die van me? Ja. Ah, oh, dat is zielig. Oh. Old Kurt is on his way. In de anime gaat hij zich verkleden als Slowpoke. Dat is helemaal erg. Heerlijk rustig dit. Nou, doei. Ik ga gewoon Krokkeno maken. Ik ga ook gewoon even only runnen met alleen ding. Alleen total dial. En ik praat even zo. Ah, dat hou ik echt niet lang vol. Kan ik ook wel ademhaling eens volhouden. Gewoon zo blijven praten. Alsof alles vastloopt.
is heel vervelend. Wargun. Wargun, spray de Wargun. Spray it. Wargun. Nog heel even, ik heb een Kokona. Nog heel even. Nee. Zo, Wargun. Een quick attack, shit. Nee, doet toch gewoon geen fuck damage. Dus wat boeit het. En nog Wargun. Zo, dit ging lekker op. En level 17. Heel netjes. En is de Grunt verslagen? Nee, ik ben om een Slowpoke-teal te kopen. Maar ik wil in ieder geval 1 miljoen yen. Mag ik iets wat kopen? Misschien 1 yen. Please? Alleen ik heb geen behoefte aan een 1 miljoen ding, want zoveel is dat ding niet eens waard. Hoop ik tenminste. Oké. Fijn, ja. Deze PC heeft altijd of Supersonic of Confuser. 1 van de 2. En het werkt tenminste, dus alles is mooi. Oké, laatste is een... Ekans. Oké, Simon, laat eens even zien wat je kan. Lelijke Elle Ekans. Ekans. Hij heeft Simon gebruiken. Zo. Ik heb ook geen idee wanneer Simon evolueert in een... ding, in een... Noctowl, dat was hem. Pek dat ook geen fuck. Heerlijk. Altijd leuk als abilities gewoon geen fuck doen. Zijn dat abilities? Ik bedoel attacks. Jezus, waar ben ik met mijn hoofd vandaag? Ik ben met mijn hoofd in de wolken. Slechte grap, ik weet. Oké, rap. Een rap met Mexicaanse kruiden, heerlijk. Ik kel mijn aandacht er ook echt niet bij, hè? Nee. Ach ja, pek. Dank u. Oké, 145 XP, level 12. En defeat it. Rotten bread. Nou. Gaan we nou serieus mensen uitschelden? Dat vind ik wel heel zwak van jou. Jesse. Hey, nog één. Hallo. Jullie zijn in Red and Blue, zijn jullie tegengehouden iemand van 10. Dus waarom zou je niet gewoon stoppen? Scheelt mij weer werk. En scheelt jullie een schaamte ding. Jullie stoppen gewoon. Jullie hebben geen politie op je dak. Ik zie het probleem niet. Maar ja, als jullie door willen gaan, mogen jullie voor mij best doorgaan. Maar ja, dan ga ik jullie tegenhouden. Want ik ben de hoofdpersoon en jullie niet. En liefst werk ik ook wel voor Team Rocket, maar ja, die optie heb ik weer niet. Zo. Ik vind de muziek echt awesome. Maar heb ik al gezegd. Voor mij, ik zeg het in iedere pad, de muziek is awesome. 8-bit. Echt briljant. Zo, oké. Zubat. En Wargun. Oeh, je overleeft ook nog. Supersonic Mist, heerlijk. Heerlijk, 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 heerlijk. Die is dood. Ik krijg wat XP. Niet genoeg voor level 18. Maar ja.
just too strong. You are too strong. Oké, heet Team Rocket. Nee, ik verwacht ook geen genade. Maar jullie mogen ook geen genade van mij verwachten. Een koffing nog wel, wauw. Doe maar luxe. Waarom geen Arbok? Of een koffing en Ekans? Of een Arbok en een Weezing? Wauw, dat is ook echt teleurzeg geweest. Maar ja, dit is echt drie keer niks hoor. Beetje water kunnen sprayen en ik ben al klaar. Smog. The smog is strong within this one. Dun 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 dun. En 342. Level 18, dank u. En defeated. Nee, de volgende keer is ze niet. En de clan evolueert. Oh, die vind ik al zo awesome. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Yo, clan evolved into Croconaw. Yeah, Team Rocket was broken up 3 years ago, but we continued our activities underground. Jullie doen er 3 jaar over om een berg te beklimmen, want Johto staat ligt naast gewoon Kanto. Dat hebben ze niet meer gedaan met andere regio's, vind ik eigenlijk wel jammer dat het niet eigenlijk gewoon gelinkt staat. Dat Indico Plateau niet eigenlijk gewoon Mount Coronet is. To make balls for you. Maak je ook siliconen? Nee, slechte grap. And bring them to me. I'll make balls out of them. Oké. Gezellig. Hey, it's a white apricorn. Ik vind het apricorn systeem best leuk. Ook leuk bedacht. Alleen, ik vind dat het persoonlijk iets te veel tijd kost. Ik vind, je geeft de bal aan hem. Naar de apricorn aan hem. En dan ga je naar buiten, kom je weer binnen en heeft hij de bal voor je klaar. Niet dat het fucking een paar dagen duurt. Maar ik heb hem ook een keer gehad. Dan geef ik hem aan hem. Heb ik de game uitgespeeld. Kom ik terug, heeft hij hem nog niet klaar. Kijk, en dat vind ik persoonlijk dat het te lang duurt. Maar ja. Dan mijn eigen deel voor vandaag. En het volgende deel. Echt, heerlijke segue dit. Doen we? De Zelia Gym. Ik hoop dat jullie genoten hebben en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!